Ja, het overgrote deel van de wedstrijd dat nog gespeeld gaat worden. Waarbij Altman zal hopen in ieder geval de bal een keer te mogen raken. Alvarez, een van de mannen op scherp. Een hernieuwde aftrap, maar dan wel met een vrije trap van Ajax. Lange bal in de richting van Alvarez. Die niet, Tadic wel. Die geeft voor. Nou, en dat is vanaf de aftrap al bijna raak. Leeuwenburg redt op de kopbal van Bergwijn. En dat is nog eens begin aan een wedstrijd. Ongetwijfeld zullen er nog wat fans een plekje hebben gevonden om toch nog iets van de wedstrijd te kunnen zien. Peppi geraakt. Een blok dat werd gezet. Nou, dan kan meteen dubbele verzorging plaatsvinden. Ook nog steeds met 10. Dan lijkt Peppi zich op te maken om door het veld weer in te komen. Timber. Schietkans. Maar net over. Nou, die zou hem wel willen hebben. Skouroes steekt nog even zijn hand op richting de aanvoerder. Alvarez, Tadic. Ajax was het volledig onder controle, zeer dominant begonnen. Balletje wel wat te hard hier voor Taylor. Wijndal. Draait nog goed voor Wijndal en dan is de strafschop. Vanaf de hervatting, Ajax al zeer dominant. Constant de bal, constant de druk erop. Dan draait deze bal net iets meer naar Wijndal toe dan Duarte, denk ik, inschat. Manschot wijst hier nog eens op dat ze niet te vroeg moeten inlopen. Heel beheerst. Misschien ook wel wat minder druk erop, zou je zeggen, omdat het in zo'n leeg stadion is. En ja, dat is bijna alsof je het op een training doet. Peppi is er weer bij gaan zitten. Die zal dan vermoedelijk echt te veel last hebben van het tikje in zijn oog dat hij kreeg van Hato. Van Duarte op Boussampa is goed. Hato, oh, niet handig weggekopt. Daar is dan de eerste echte doelpoging van Groningen. Spelers die niet beschikbaar zijn vandaag. Wellicht dat de blokcel daar dus ook nog even bij komt. Geen idee, misschien schiet het lekker op met zijn examen. Als hij hier over een half uurtje is, dan moet het over het algemeen wel een goed teken, denk ik. Handig balletje van Bergwijn, Kudus. Bergwijn buitenom. Kudus. Hij wil het helemaal zelf doen. Had hem gewoon mee moeten geven. Kruger is aan de sprint begonnen. Het is geen buitenspel. Hato moet hem afstoppen. Niemand komt daarbij. Kruger. Recht klaar. Schot geblokt. Poging van Netten. Kruger, dat is wel overtuigend en dat is 1-1. Daar waar Ajax het nalaat om zaken goed uit te spelen, slaat Groningen toe. Een goede, snelle omschakeling. Kruger, belangrijk. Die eerst denkt, nou, dit is niet mijn kans. Ik geef hem aan Metten. Dat wordt dan nog geblokt. En dan de Kruger, nou oké, dan is het toch maar mijn kans. Maar eens proberen. En Roelie niet op tijd dichter nog op de grond om die bal te kunnen stoppen. En dus scoort Florian Kruger. Schotje is nu makkelijker voor Roelie. Timber, Bergwijn, Kudus en de redding van Leeuwenburg. Goed gekiept. Dit is een enorme kans die Ajax laat liggen. Overtreding op Soeslot, voordeel gegeven. Kan namelijk nu. En dit is een enorme kans voor Altman. En Altman schuift hem er niet in, want Roelie heeft hier wel het antwoord op. Er kan eventueel nog een kaart komen voor de actie op Soeslof. Die komt er niet. Of gaat hij nu? Nee, hij komt er niet. Voordeel terecht gegeven. Dan niet alsnog de kaart voor Taylor. Had Taylor ook een schorsing opgeleverd trouwens. Altman zoekt de verre hoek. Maar Roelie nu op tijd op de grond. Hato geeft.
Wijnholz alweer in het centrum opgedoken. Bergwijn lekker gedraaid. Schot is recht op Leeuwenburg. Mette, Groningen heel aardig aan het voetballen. Mette, geweldige actie. Werd nog wat uit balans gebracht. Het ging door. Was het van Moussampa geblokt. Ja, Groningen met een zeer fraaie aanval. Eigenlijk het beste moment van Groningen in deze wedstrijd, los van de treffer. Diepte is er bij Hoven, het is gezien. De paas is geweldig. Hoven, 1 op 1. Hij legt hem breed. Het moet 2-1 voor Groningen zijn, maar dat is het niet. Want Kruger schiet hem over. Schreuders, 18-jarige. Een hele fijne paas. Hoven doet precies wat hij moet doen, Kruger niet. Kouros zoekt de verre hoek. Net over. Het zet wordt zo aantrekkelijk, hè? Bergwijn, Wijndal, over Leeuwenburg heen. Het wordt gekopt door Moussampa. Corner snel en kort genomen. Ho, uitverdedigen, dramatisch. Geweldige redding van Leeuwenburg. Om de 1-2 te voorkomen. Daarna nog eens voorgebracht. En dan wel de bal. Vol overtuiging de 16 uitgewerkt. Handig het lichaam gebruikt. Voorzet is goed en Brobby loopt hem er dan in. Ajax neemt opnieuw de leiding. De chip richting Kouros. Net geen buitenspel dan. Ja, goede voorzet van Kouros. Werkt goed zijn lichaam. Balken. Handig ingeschoven daar. Schreuders. Doet die 18-jarige dan opeens? Nou, dat is niet eens zo gek bedacht. Schot met links. Wel recht op Roelie. Voorzet is goed en de kopbal van Timber levert Ajax de 3-1 op. En wat er dan de beslissing zou moeten zijn. En goed ingekopt door Timber. Dan zit ook nog wat voetje aan van Balk. Oh, het uitglijden. En is dat dan Hens? Van Rentsch, dat mag in ieder geval door. Bij Groningen zeggen ze. Dit is een strafschop. Rentsch doet het zichzelf aan. Ja, hij raakt hem twee keer. Schiet hem één keer tegen zijn eigen arm aan. En daarna op de arm erop die steunt, zou je kunnen zeggen. Het is een corner. Omdat hij tegen de arm aankomt waarmee hij dus steunt. Dat van Soeslof. Duarte krult er heerlijk in. En zo heeft hij nog iets om over te juichen. Nog niet al te veel, want Groningen staat nog steeds achter. Lekker gekruld. Mooi doelpunt buiten het bereik van Roelie. Ajax wint met 3-2. Heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. En Groningen speelde na rust ook een stuk beter dan ervoor. Maar in een troosteloze ambiance pakt Heitinga 3 punten.